van het Friese platteland naar de volle Randstad. We staan op het tracé van de noordelijke randweg Haagse regio, de nieuwe ontsluiting van Den Haag en het stadsdeel Leidseveen. Een weg dwars door en langs de bebouwde kom van Leidschendam, Wassenaar en Den Haag. Daarom wordt er tegen de geluidshinder bij de Haagse woonwijk Mariahoeve een geluidsscherm gemaakt. We hebben hier vanmorgen de verdieningsloop gestort en de wand. Die dient als geluidsscherm voor de weg, voor de bewoners aan de andere kant van de weg. Voor die flats en dergelijke en ook voor die mensen van het kamp daar. Er zijn altijd opmerkingen gekomen van hoe hoog moet die wand worden van dit of dat. En alles is al vol verkleding. En hoe hoog wordt hij? Hij wordt een meter of 4,5 hoog ten opzichte van het bestaande maaiveld. De nieuwe weg is deels onzichtbaar. Hier ligt de randweg in een tunnel wat 18 hectare aan dure bouwgrond oplevert voor woningen, kantoren, een brandweerkazerne en een park op het dak van de tunnel. Dat is pas effectief ruimtegebruik. Woningen pal naast de weg en niemand heeft er last van. Hier ligt de tunnel boven het maaiveld en lijkt het eerder een overkapte weg. Vandaar dat de bouwers het nu hebben over een holle dijk. Van buiten lijkt het een dijk in het landschap en van binnen is het gewoon een tunnel met straks een park erbovenop. Ook in Wassenaar is het woekeren met de ruimte. Hier kruist de nieuwe weg de N44 en dat kruispunt wordt in 3 lagen uitgevoerd. Het kruispunt voor het afslaande verkeer ligt op de begane grond. De noordelijke randweg loopt er overheen en de N44 gaat er in deze tunnelbak onderdoor. Nu staat hij nog vol water. We zijn nu aan het onderwaterbeton aan het aanbrengen. Dat is een waterafsluitende laag, zodat ze straks die bouwput leeg kunnen trekken en daar de echte constructie in kunnen bouwen. Want wij mogen natuurlijk geen verstoring van grondwater geven in de omgeving. Vandaar dat we een waterdichte bouwput maken. Het water wat in die bak zit, fungeert dus als een tegendruk. Tegendruk ook tegen de damwand aan, nu, tijdens de bouw. En als het onderwaterbeton over 3 weken verhard is, want dat verhardt onderwater net zoals bovenwater, het hydratatieproces, dan kan die bouwput leeggemalen worden en dan is dat onderwaterbeton ook gelijk een stempel voor de damwandconstructie aan de onderkant. Het is een meter dik. Een meter dik? Een meter dik onderwaterbeton, ja. Hoe doen ze dat nou? Want je kan het er moeilijk gewoon in laten vallen. Nee, als je het van boven naar beneden zou laten vallen, dan valt eerst het grind naar beneden, dan komt het zand, want dat is iets minder zwaar als het grind. En na een half uurtje komt het cement nog eens. Dus vandaar dat het echt op de bodem, met een soort schotelconstructie, wordt het in de bodem gepompt. Er zitten ook duikers in het water om het allemaal te voelen of dat proces goed loopt. En ze voelen dus stevens of het onderwaterbeton in die al die damwandkassen gaat. Maar zou dat niet gebeuren, dan heb je met het droogzetten een probleem. Want dan heb je een gat en dan heb je een vrolijke spuiter die je niet meer dicht krijgt. Er wordt een hele hoop aandacht aan besteed aan het mengsel, aan de manier van aanbrengen. Er zijn altijd heel veel vergaderingen vooraf, zodat we praktisch zeker weten dat het altijd wel goed gaat. Het enige nadeel voor de bewoners is natuurlijk dat we zo 36 uur aan het storten zijn. Een continu proces. Je kan het niet onderbreken. Zou je dat onderbreken, morgenochtend weer doorgaan, dan is dat opgesteven en dan krijg je geen waterdichte verbinding meer. Zodat de hele boel opbarst bij het droogzetten. Ik kan me een rustiger locatie voorstellen. Ja, ik ook, ja. We hebben dus ontzettend veel rekening te houden met de omgeving. Daar doen we dus ook heel veel aan. We hebben open inloopavonden gehad. Zo nu ook weer. De bewoners worden dus geïnformeerd door middel van een flyer wat we gaan doen. Waarom we iets doen. Dat hadden we ook met het zware heiwerk. We hebben hier enorm veel zwaar heiwerk gehad. We hebben bewoners geïnformeerd. Ook waarom we het zo moeten doen en waarom het niet anders kan. En dan hopen we dat het allemaal goed gaat en dat ze niet klagen. En ik moet zeggen, dat vind ik een pluim waard. De mensen hebben hier niet geklaagd. Nou, en we hebben het bond gemaakt, hoor, als u het zo maar uitdrukt. We zijn weer terug bij de tunnelbak in de noordelijke randweg bij Wassenaar. Een van de vele nieuwe wegen die we in deze aflevering van Nederland onderweg bezoeken.
Regelmatig moet hier het onderwaterbeton tijdens het storten worden geïnspecteerd. En daarom maakt deze duiker zich klaar om af te dalen in de bijna 10 meter diepe bak. Gebeurt dit vaak? Om de uur. Als je één keer een uur binnen is geweest, dan doen ze meestal een uur over. Dan gaan we kijken. Nou, dan voelen ze of er rotter, of, wat pijl voor ligt, of slip. Of... En als er wat ligt, dan gaan we zuigen. Dan ligt een pomp daar. Dan halen we het weg. En ligt er hout, dan halen we het eruit. Of veen. Maar hier, dit is een zandbodem. Dus hier ligt er bijna niks. Hier kom je niks tegen. Waar heeft u nog meer gezeten? Ja, we noemen het Wijkentunnel. Zeeburgertunnel, Tunnel de Noord, Beneluxtunnel, Kallandtunnel die net gelegd is. Dat is allemaal, ja. Wat is het moeilijk hier? Hiervan? Ja, eigenlijk niets. Wat moet er, het is constant kijken of voelen dat er niks voor het, dat het beton mooi wegloopt. En als die beton mooi wegloopt, is het eigenlijk goed. Doet het dan een tijd? Ik? Ja, een tijdje. Hoe lang is dat? Ja, dat kan ik niet zeggen. Hè. Ja, waarom niet? Een jaartje of 30. Zo, heeft u veel ervaring? Ja, eigenlijk lang, maar de laatste 30 jaar constant, elke dag. Weer op reis, nu naar Schiphol, naar het knooppunt De Hoek. Daar wordt een gigantische banaan van 116 meter over de A4 gereden. Dat is nieuws. Ook al omdat de A4 een weekend lang is afgesloten. Wij zijn hier bezig om een volledig geprefabriceerd viaduct in zijn geheel over de A4 heen te rijden. Dat gebeurt door middel van hydraulisch heffende en aangedreven transportwagens. Dit doet u niet elke dag? Nee, dit is uniek in dit project en ook uniek in Nederland in ieder geval. Kijk, er worden wel eens meer constructies op wielen en op dergelijke manier vervoerd. Maar nog nooit eerder een viaduct van deze afmetingen. En met deze constructie. Wij zaten vast aan een aantal randvoorwaarden. Ten eerste zitten we hier met dit viaduct boven de A4, wat ongeveer de drukste snelweg is van Nederland, dit stuk. Ten tweede, zoals u...